Welkom bij een nieuwe video, mijn naam is Kim. Vandaag heb ik allemaal random dingen uit Portugal. Gaan we proeven? We hebben een paar dingen die op zich in Nederland ook zijn, zoals donuts. Maar misschien smaakt ze wel anders ofzo, je weet maar nooit. We hebben ook een paar gekke dingen, zoals snoepjes in de vorm van voeten. Ja. En gaan we vandaag proberen. We beginnen met deze. Dit zijn M&M biscuits. Biscuits? ja, biscuits. Oh, gast. We hebben volgens mij wel zoiets in Nederland. Maar deze zijn echt van M&M. Die had ik nog nooit gezien. Niet alles in één keer opeten. Lekker, man. Het is gewoon lekker cookie. Oké, ik heb nu zin in een donut. Maar ik moet dus niet alles helemaal opeten. Ik weet niet of ik het dan haal tot het eind. Ze ruiken wel lekker. Oh, deze donut is ook lekker. In Nederland heb je natuurlijk donuts. Ik stel voor dat je naar de Jumbo gaat en niet naar de Albert Heijn. Dat is geen reclame ofzo, maar bij de Jumbo heb je 4 voor 1 euro. En die zijn erg lekker. Maar deze smaakt een beetje hetzelfde, vind ik. Dus niet heel bijzonder. Dat is wel jammer. We hebben ook 2 gekke Fanta's. Jullie weten natuurlijk dat ik echt een Fanta fan ben. Dus we hebben Fanta Fruit Twist. En Fanta Ananas. Oké, ben je wel benieuwd? Dit is dus de smaak. Wow. Dit is dus met ananas. Hè? Smaakt echt niet naar ananas, hè? Het is best lekker. Oh, deze is lekker. Ja, deze is echt goeie. Ik drink natuurlijk normaal altijd Fanta gewoon met sinaasappel erin. Maar hier hebben ze dus fruitjes. Daar zitten dus meerdere fruitjes in. Deze met ananas. Deze vind ik niet zo heel lekker. Maar deze is wel echt lekker, dus die bewaar ik even. We gaan nu volgende koekje. Hier had ik al, niet van geproefd, maar had ik wel gekocht. Want voor op de vorige hotelkamer. Dacht ik van, dat is wel lekker om even te proeven. Om te nemen voor als ik honger heb, maar ik had nog niet gegeten. Leg ik weer terug. Die vind ik niet lekker. Ik weet niet of jullie deze koekjes kennen, maar in Nederland heb je deze ook. Maar dan wat dikker. Die heten galetkoekjes ofzo. Ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar die zijn wel echt lekker. Alleen deze zijn niet zo lekker. Oh gast, hier heb ik me echt op verheugd, hè. Deze wilde ik al heel graag eten. Vroeger, iedereen kent dit, sowieso. Dit zijn van die surprise eitjes. Eitjes? Eitjes. Want deze chocola is 1, heel lekker. En er zit altijd een verrassing in het midden. Vroeger wilde ik deze altijd zo graag. En ik weet nog wel, op wintersport, toen mocht ik deze altijd hebben. We waren bij zo'n restaurant. En daar hadden ze die. Ik mocht altijd eentje hebben. Hoppa. En kijk hè, als je dit nu zo eet, dan ben je raar. Dat moet je niet doen. Je moet het dus eerst zo door de midden maken. Hè? Als dat lukt en niet kapot gaat. Oké, dit gaat niet goed bij mij. Nee. Oh. Hij is een beetje te zacht al, maar... Je moet hem wel door de midden doen en dus niet van de bovenkant happen. Dat is gek. Dat is raar. Nou, en na dat heerlijke chocolaatje had je natuurlijk ook nog iets wat erin zat. Maar ik werd daardoor altijd een beetje teleurgesteld. Dan dacht ik, oh leuk. En dan was het uiteindelijk niet zo leuk. Wat hebben we gekregen? Oh leuk. Superhero Girls. Oh, dit zie ik. Het is een armband. Van Batman. Wel gaaf. Zo stom, ik was daar veel te lang mee bezig. Volgende is chocola met een tukkoekje erin. Je hebt natuurlijk deze nu, maar jullie kennen allemaal al die uit Nederland. Daar hebben ze Oreo koekjes erin. Dus niet Oreo stukjes, maar echt een koekje. Een mini Oreo'tje in het Milka chocolaatje. Nu een Milka chocolaatje met tuk-tuk. Weet je wat het is met deze? Ik heb een soort gemengde gevoelens, want... Je proeft de ene keer chocola en de andere keer tuk, maar niet echt tegelijk ofzo.
Ik weet niet zo goed. Ik vind het niet zo lekker. Maar dit jongens, ongekend. Dit is de goeie. Vroeger ging ik altijd in Spanje deze eten. En deze zijn zo lekker. Dit, als je dit in het buitenland ziet, want dit zie je niet in Nederland, moet je dit halen. Want dit is zo ongekend goeie. Oké, we gaan nu echt iets heel geks doen wat ik nog nooit heb gezien. Dit zijn namelijk churritos. Ja, dat. Precies, dat had ik ook. Lijkt een beetje op churros, maar dan anders. Is dat koekje? Oh. Er zit chocoladepasta in volgens mij. Ik proef helemaal niks. Ik proef gewoon niks. Nu proef ik een klein beetje chocopasta, maar ik proef eigenlijk gewoon niks. Dat koekje smaakt niet echt. Nee. Nee. Maar niet vies of zo, best lekker. Dus ik weet niet of jullie dit kennen, maar ja, best goed. We hebben nu toch iets geks. En dit is Kit Kat Chunky Peanut Butter. Zit dus ook chocola in. Fuck, zeg ik de hele tijd, jongen. Echt, zit er chocola in, Kit Kat? Ah, oké. Okay. Nee, zit dus pindakaas in. Super, hij is gesmolten. Smaakt een beetje naar Reese. Reese. Ik weet niet precies hoe je het zegt. Maar, ik proef wel dat er pindakaas in zit. Ja, maar ik hou wel heel erg van pindakaas, maar ik weet niet. Gewoon snoep of koekjes of zo waar pindakaas in zit, heb ik nooit echt lekker gevonden. Dus ja. Oké, we gaan nu iets eten. En dit is een boule crème. Zoiets. Gewoon een soort donut, maar dan anders. Denk ik. Zou er allemaal spul uitkomen als je het knijpt? Jammer. Ik dacht, er zit echt iets in of zo. Maar er zit helemaal niks in. Het is gewoon een donut zonder gat. Oh, wacht. Kijk, donut. Maar het smaakt op zich best lekker, dus deze kunnen we ook gewoon bewaren. Eigenlijk bewaren we alles. Alleen moeten we even kijken, als ik iets niet lekker vind, moet ik even het zien kwijt te komen aan iemand anders. Anders is het ook zonde. Nee! Oh, we moeten nog zoveel. We hebben nog deze chipjes. We hebben nog brownie koekjes. Die heb ik al geproefd, die zijn trouwens heel lekker. We hebben dit. Oh, hier heb ik geen zin in. We hebben dit. En hier, ja, het ziet er alleen uit als voeten. Dat is gewoon heel jammer. Ik ben niet zo op voeten. Maar het kan wel lekker zijn. Misschien is het gewoon zo'n lekker schuimpje. Nou, toch niet zo heel lekker. Nee. Het is zeg maar net niet zo'n ding die je in de zwarte pizza krijgt. Bij de pepernakken. Skippy. Nee, niet zo heel lekker, nee. Zou ik niet nemen thuis. Of op vakantie. Maar hier ben ik wel heel erg benieuwd naar, want ik hou best wel van Pringles, vooral naturel. Ik had laatst nog die paprika geproefd, maar die vond ik toch niet zo lekker. Maar dit is Pringles tortilla. Oh. Oh. Dit is lekker hoor. Hier hadden we echt guacamole of zo bij moeten hebben. Ongekend, dit is goeie. Dit is echt een aanradertje. Volgens mij hebben ze dit niet, maar je hebt in Nederland wel zulke soort chipjes. Die lijken wel, maar deze heeft toch wel nog iets extra's. Nu iets waar ik helemaal geen zin in heb. Want dit is namelijk een snoepje. En dit ziet eruit als een hamburger. En er komt ketchup uit. En dan snoepketchup. Dus dat smaakt naar ketchup, maar het is van snoep. Het hamburgertje is oranje. Best wel klein. En het is kauwgom. Niet zo'n aanhoudje. Nee, die zou ik niet nemen hoor. Vies.
Nee, is echt niet lekker. Die was echt niet lekker. Het smaakt niet naar ketchup of... Ja, ik weet niet. Maar je kan je niet uitleggen. Het smaakt naar iets van soort van ketchup, maar toch weer niet. Maar nu deze. En deze is echt heel lekker. Dus deze is ook echt een aanradertje. Het is een brownie koekje. Gewoon een koekje met brownie stukjes. Heel erg lekker. Zo. Buikje zit weer vol. Moet je kijken. Ja, vol. Hij is vol. Hij is echt vol. Oh, maar we hebben wel een paar lekkere dingetjes op. Een paar niet zo lekkere dingetjes. Zoals de hamburger ketchup kauwgom. Zou ik echt niet nemen, maar bijvoorbeeld deze was weer heel erg lekker. Hopelijk hebben jullie iets van me kunnen leren. Misschien als je in Portugal bent en denkt, hé Quinn. Of in een ander land hebben ze het vast ook wel. Ik heb dit nu ook genomen. Stuur me even op Insta dat berichtje dan. Via DM, dan kan ik die zien. En dat vind ik wel leuk, want dan zie ik dat jullie... ook iets hebben geprobeerd uit mijn video. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe blauw duimpje omhoog. Abonneer beneden. Ik check jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video.